iets voor de middag is hier een vrachtwagenchauffeur de overweg overgestoken met een lading die te hoog was. Die heeft de bovenleiding op de beide sporen kapotgerukt. De schade is zeer groot. Des caténaires endommagés, un problème auquel Infrabel est confronté chaque mois. Pour le concours annuel BERT, Infrabel a fait appel à des élèves du secondaire pour développer un système permettant de contrôler la hauteur des véhicules. Dus BERT is een project waarmee we eigenlijk de technische scholen laten een technische probleem uitwerken en oplossingen aanbrengen die voor ons kunnen nuttig zijn. Goedemiddag iedereen. Wij zijn Sander en Alexander van het Guido uit Nijlen. En wij komen jullie vandaag ons hoogtedetectiesysteem voorstellen. Op die manier komen eigenlijk de jonge studenten in contact met Infrabel en kunnen ze het bedrijf leren kennen. En is het misschien een interessante opportuniteit in de toekomst om voor Infrabel te komen werken. Donc voilà notre approche du projet BERT. Et un concours comme celui-là comporte sa dose de stress. Je prends le relais, désolé. Als de camion er doorrijdt, gaat deze. Onze camion is denk ik juist te laag eigenlijk. We hebben nog een kort filmpje klaarstaan waarin u dit ook kan afleiden. BERT-wedstrijd is voor mij eigenlijk een soort van uitdaging. Ik hou wel van uitdagingen en daarom dat ik ook geïnteresseerd was in het BERT-project. Dat permet de situation réelle, de pouvoir créer un projet vraiment professionnel, c'est bien, c'est une bonne expérience. Er zijn niet vaak van die wedstrijden waar ik aan kan meedoen. En dat is wel een leuke opdracht om uit te werken. Ja, ik vind dat prachtig voor. Om de NMBS Infrabel te tonen en dan ook weer, zoals wij met technisch onderwijs, dat wij een dagelijks probleem kunnen aanpakken. C'est une compétition dans laquelle on peut justement évaluer notre enseignement, c'est-à-dire que on va réaliser un système réel avec un cahier de charge réel. Dit is een detecteerbare grootte. 20 écoles se sont lancées dans la bataille en espérant décrocher des prix. Les présentations devant un jury concluent l'important travail réalisé au cours des derniers mois. Trois semaines avant la finale, nous nous sommes rendus à l'Institut VTI de Lokeren. We hebben het goed voorbereid, ik denk wel dat dat zal lukken. En het is iets wat we zelf hebben gemaakt en gedaan, dus ik denk dat we wel zelf weten wat we in hebben gestoken. Hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Erik van Infrabel, dat is mijn collega. Els, wij komen eens kijken hoe ver jullie staan met het BERT-project. We hebben een voorlopige opstelling gemaakt, maar met de sensor die nog altijd geleverd is, die ons altijd beloofd is door de leverancier, hebben we het nog niet volledig optimaal kunnen maken. Ik stel voor dat we eens kijken hoe het in de realiteit gaat werken. Dès le début, des techniciens en herbe ont pu compter sur le soutien d'ingénieurs d'Infrabel pour les conseiller. Ik denk dat de spoorwegwereld altijd gebaat is bij jonge creatieve mensen die de problemen van vandaag zien als een uitdaging om hun eigen creativiteit in uit te leven. Ik ben trots, mag ik wel zeggen, op onze leerlingen. Ze moeten zelf creatief zijn, ze moeten zelf oplossingen zoeken. Ze moeten alles zelf samenstellen, als bord mag gezien worden, denk ik toch. Ik denk wel dat we toch een origineel bord hebben ontwikkeld. Dus ik vermoed wel dat we wel een grote kans gaan hebben voor te kunnen winnen. Retour à la finale. Entre-temps, le jury s'est retiré pour délibérer. On sait qu'on n'est pas forcément le top, mais on espère forcément le meilleur pour nous-mêmes et aussi une bonne chance à tout le monde. Je pense que ce qu'on voit maintenant, la derde place wel licht haalbaar zijn, denk ik. Ja, ik hoop altijd aan de eerste prijs. We gaan jullie niet langer in spanning laten wachten. Dus de eerste prijs van dit jaar, editie BERT 2015, gaat naar het Technisch Instituut St. Paulus uit Mol. Het klinkt nog niet echt door, maar het is ook wel tof dat je nu door een heel jaar eigenlijk je hobby te doen toch iets kunt krijgen. Er is een heel jaar heel veel werk in gestoken, heel veel overuren geweest op school. En dat het dan uiteindelijk beloond wordt, dat is altijd heel mooi. Hè. Les élèves de Mol n'étaient pas les seuls gagnants. Bien d'autres écoles ont obtenu un prix. Proficiat.
Félicitations à tous les participants.